Goedenavond. Goedenavond. Oh. Maar een half minuut van de kwalificatie gemist. Oh, je komt net binnen. Ja. Ja, dat hebben wij altijd. Ik zal het even haasten. Eens even, want volgens mij ben ik dan ook gelijk. Hallo? Hey Jesse. Hallo. Zijn er maar 6 mensen in de server? Nee, meer. Ik ben ook lekker live. Een hele goede avond. Oh, dat zijn iets meer dan 6 mensen inderdaad. Ja. Wat heb je nog van het in die setup die je mij hebt gestuurd? Niks. Het is een setup waar Go setups mee kwam. Net voor gisteren. Ah, ja. En het enige wat ik eigenlijk daaraan veranderd heb is, want ze hadden de Wheelwing op 1 staan, die heb ik op 2 gezet. Nou ja, ik heb hem nu op 1 staan. Het kan wel hoor, maar ik vond hem in zeker een, op het rechte stuk. Verlies je niet veel tijd. En je wint in het laatste gedeelte heel veel, omdat je iets meer wing hebt staan. Oké. Dat was mijn ervaring. Wat zei je? Hoe ga je er hard mee op het rechte stuk? 2,84. Oh ja, oké. Ja, nee, dat... Zonder drag. Dus Oliver Anderson houdt zijn bek ook gewoon hier, hè? Hij is de hele tijd aan het lullen. Hij blijft maar lullen en blijft maar lullen en blijft maar lullen. Dat is toch leuk? Op een gegeven moment kreeg ik een kriegel van zijn stem. Het geluid. En de manier waarop hij praat. Hij is Deen, hè? Deen. Nog één stuk gigantisch druk op het circuit. Best aardig. 31 mensen, best goed. Ja. Ja, eerste race, hè? That's true. Maar ik ga zien hoe het gaat zijn met die simgrid. Eigenlijk moet ik zeggen, bijna iedereen in M-class zijn gewoon SSRI-drivers die al eerder er waren. Ben je daarbij? Maar ik heb die lijst doorgekeken en ik heb maar 3-4 namen gezien die ik niet herkende. Jij kan P. Olsen, ken jij, en Broekhoven, Hoeben, Barloze, okay. Bosch. Ik had het idee, in mijn hoofd dacht ik echt, het is een redelijk... Er zitten heel veel oude SSRI in zilver. Ik denk wel dat er dat in tier 2 het meer al bekendere SSRI drivers zijn dan in tier 1. Ja, nou ja, weet ik, heb ik vorige week die stream even gekeken, valt best mee hoor. Maar het zorgt wel voor dat het niet aan het groeien is. Ja. Waardoor het niveau ook omhoog gaat. Ja. Maar ik heb even over de E, bedoel ik, laatste wat ik reed, wat zei ik, Jesse, 1.54? Nou, zoiets. 1.54.4, 1.54.3? Daar rijden de EM-klassen gewoon mee weg. Er zijn maar 2 die sneller zijn. Ja, ik weet niet of ik dat ga redden hoor. Dat maakt niet uit, ik bedoel, als je steady blijft rijden, ik zou niet eens kwalificeren. Je weet niet eens wat je tegenkomt.
Ja, ook weer zo. Maar ja, goed, ik wel een beetje pack, dus... Nou, wat je kan doen is hem bewust in verder rijden. Ja, ook zo. Oh, dat kan hier zeker. Dat kan hier gewoon even buiten de baan kijken. Ik wil ook niet voor de banden qualifyen, maar gewoon even de bandenpressers. Hier, Frank Hop, die staat ook aan de leiding in zilver. Nee, 54-3, dat is dan niks hoor. Ja. Nee, dat is echt niks. Dat zijn de tijden echt niet. Die toptier reed 52, dus... Ja, oké, okay, maar hier rijdt ook nog een Anthony de Horst. Ja, die CBS Herman van Hart. Richard Pixley, ik heb gisteren zat ik met hem in de server. En daar waren we even snel, maar daar geloof ik helemaal geen reet van. Ik heb bij Pixley in Belzin Tier 1 moeten wat eten. Ja, oké. Okay. Dit komt wel goed in de richting trouwens. 53-8. Oh, er is een AM racer met 1-54-1. Priatko. Ja. Hij zit achter op de baan. Dat komt hier niet goed. Hero, jij zegt de rearwing op 2. Ja. Dat is het ook, hè jongens, als jullie elkaar kunnen helpen in de de backstraight slipstreamen. Nou, waar rij je wat? Ik ga zo de start-finish op, waar ben je tenminste? Nee, ik ben laatste sector. Je ga in het drukke gedeelte of niet? Nee. Daar zijn we nu de pits uit. Oeh. Ja, yes, als jij dan even wacht, tenminste, dan wil ik jouw volgende rondje wel even gaan trekken. Nou. Nauke. Leuk, alleen een beetje veel fuel erin gaan. Wat doen aan Aaron van Drune en Anthony de Horst in de zilver, jongens? Wat? Ja, ik denk van Drune, die zat vorig seizoen ook in. Ik denk dat die gewoon gevraagd heeft van, joh, ik rij wel een beetje aan de voorkant, maar het is niet alsof ik Frank Hopstel wegrij uit mijn klasse. Waar rij je naar nou, Wouter? Ik heb bijna de streep op. Als je even een stukje achter mij gaat zitten, dan kan ik het rondje ook nog even groter doen. Ik ben die witte vlag voor je. Ja, ja, ik zag het op de trackmap. Ik heb wel partes achter me zitten. Maar je zit nu nog op een rondje of? Tot nu toe wel. Ik zag even van erin staan, ik denk, huh, Arjan. Maar die andere. Nee, ik ben blij te staan. Ik laat even partes er langs. Zit die op een rondje of niet? Ja, ik denk wel. Sowieso vliegt hij langs. Ja, als je echt even rustig gaat rijden, dan kan ik even een beetje voor je komen. Want anders moet je gaan pushen en jij bent sneller op die bochten. Joep. Next lap invalidated, I know. Yes, god! Nou, als jij ook een beetje door gaat rijden, dan ga ik deze nog even...
Ben jij nou wel valid aan Wouter? Ja, ik rijd nog wel valid. Ja, best. Als jij gewoon een beetje doorrijdt om je banden op temperatuur te krijgen, zit je ook gewoon in de achter, hè? Mm-hmm. Oeh, koud trouwens, 15-21. Ja. Dat denk ik al, dat is gewoon mijn banden. Ik ben niet eens als langzaamste gequalified. Nee, ik ben 18 jaar. Ik vind... Nee, maar ook mensen met de tijd. Oh. Nee, maar het is niet dat ik Polkar kutbaan vind, maar ik ben er gewoon niet snel op. Heb je laatst van Linder even langs gelaten? Wat zei je? Ik heb van Linder even langs gelaten. Dus. Jop. Leiden jullie wel weer met jullie eigen nummers of niet? Ja. Zeker weten. 27. En anders dwing ik in de stream mijn eigen nummer af. Want ik heb hem zeg maar gekalkt op mijn auto. Ja, jij bent toch een premium member? Ja, al heb ik een tijdje niet gecommenteerd. Hier, Jesse. Ik zit gewoon weer een seconde onder mijn tijd. Nou, oh, net geen seconde. Ja, wel een seconde. Ah, nee! 6.50.005. Ga jij een goede ronde in, Jesse? Dat ga ik nu proberen. Is het mooie slipstream van Denise, Walter? Ik hoop dat Frans mij een beetje zuigt. Ja, dus dan mocht je dichtbij komen, dan ga ik aan de kant. Jij blijft gewoon je lijn volgen. Oh. Heb je meer valid gereden? Net te wijd. Non de jus. Echt net. Het zou toch wat zijn als ik niet spook outqualify. Moet niet te vroeg juichen. Die is niet snel in die Porsche, hè? Rijdt ze in de Porsche? Ja? Van alles wat ik verwacht. Zo'n domme keuze tegenwoordig. Sorry dat ik het zeg, maar... Letterlijk, mijn hele realtime was gevuld met McLaren's en Ferrari's. Je wordt genoemd Van Driel. Over dat jij een enorm goede topspeed hebt en het daarna gewoon hebt... Nassels. Nee, dat je een goede racer bent voor de community. Wat fijn, joh. J. van Drijl, zegt hij, dat vond ik ook wel leuk. Maar zo fijn dat ik zoveel penalty points had volgen voor een seizoen. Zo goed voor de community, iedereen eraf gereden. Jij finisht geen één race en je wordt opgeheveld. Hoe doe je dit? Ga je het nu wel volhouden, Jesse? Ja, als mijn internet het volhoudt, dan hou ik het wel voor. Heb je daar last van? Nou, weet je niet. Eerst even fuel calculator erbij pakken hoor. Ja, dat moet ook doen, dat is waar. Calculator, AC fuel calculator. Fuel estimator van Simrit. Race time, 1 uur. Laptijd, 1 minuut. Ga ik zeggen. 56?
Ja, 56. Total laps 32, fuel per lap. Dat is ook echt weer geen drol met die Ferrari. 90 liter. Voor een uur. Daar kunnen sommige auto's kunnen net een uur halen met een volledige tank. Ik heb gewoon in dit rondje gegained op Van der Linden. Met vrij hoge fuel. 54,9. Kan ermee door. Yes, sir. Non-stop je lievelingsmuziek? Ga ervoor met Spotify Premium en luister ononderbroken en reclamevrij. Upgrade naar. Leid had je, yes, sir. Video 54,9. Oké. Voor meer informatie. Kan beter, maar. Ik heb echt best wat outqualified. Ik sta in klaar. Waarom heeft een M-driver pole position? Omdat hij weer behoorlijk aan het verzaken is geweest. Jezus. Als ik me goed herinner, is dit iemand die volgens mij zijn PTS niet heeft gedaan. Heeft gewoon gezegd van, schrijf hem maar in een EM, want die is op het laatste moment toegevoegd. Dit kan toch niet anders dan dat ze daarna op een gegeven moment kijken. Zeg gewoon een sandbagger, man. Maar dat is het punt. Kijk, Frins die heeft gevraagd of hij in M mag blijven en op zich. Het is niet dat Frins extreem snel heeft Arjan ook gedaan. Ja. Frins niet extreem snel. Frins is... Ja, maar nu staat hij zesde. Maar ja. Komt dat omdat deze baan hem goed ligt en met die McLaren? Nee, hij rijdt heel goed met de McLaren. Ja. Gaan we zien. Dus dit is geen hele goede baan voor de McLaren hoor. Het is redelijk, maar... Hij is ook de hoogste McLaren trouwens. Je hebt zeker betere auto's op dit circuit. Kijk naar de Ferrari. Om even te noemen. En een Mercedes. En in principe de Aston Martin. In principe de Aston Martin ook, maar er is niemand die het doet. Nee, ja, maar die... Oh, wat? Waar rijdt hij dan? 26ste. Oh, 26ste, oké, ja. Kutpoop. Ja, die staat maar... niet bij mij in beeld. Hij is enorm slecht gemaakt, de Aston, laatst sinds 1.9. Ik sta maar 2.3 seconden van pol af, dit verbaast. Maar de BOP's hebben veroorzaakt dat de Aston Martin ieder circuit allemaal min kilo's heeft. Ja, min 40 nog steeds is die niet op base. Ja, oprecht. Met min 40 niet op base is echt erg. Echt erg. Ik ga even wat drinken pakken. Nee, maar die gozer, die Priatko, die is echt niet normaal. Ik zal even kijken of hij überhaupt de practice server heeft gezeten. Nou, waarschijnlijk niet. Nee, ik ga gewoon even checken. Shit. Maar besef je dat ik bijvoorbeeld voor Van der Linden ben gekwalified nu? Ja, voor Bogland. Oh ja, die jongens, die Belgen, die zijn echt met ons bezig hoor. Welke Belgen? Frins, Geens en Bokland. Oké. Okay. En welke heb ik geoutqualified? Bokland. Bokland, je staat dicht bij Koen Geens. Maar Koen die is niet steady, dus dat valt best mee. Hij heeft op de practice service een 1.54.4 staan. Daar hoef ik echt geen reet van. Nou ja, ik bedoel, je kunt rustig rijden met vol... Kijk, als dit leeg is, dan heeft hij het in het begin straks zwaar. Even kijken, 1.54.4.
Nou, even B-clips weer. Fijn. Even een dingetje. Dat waren maar twee rondjes. Dat vond ik wel grappig toen ik jou zag, 123. Ja, die Priatko. Ah, oh, shit, dat geremd. Oeps. Iets meer voor Sieper daar, nee. 17 is nog steeds best prima. Ja, ik had beter gekund. Had beter gekund. In de Nissan. Ik kan het laatste. Oh, alleen Fransie kan op een ronde zetten. Maar dan hoorden de zangen onderweg. Nee, die doet het niet. Nou, 26e. Daar is niks verkeerd aan. 19. Het is niet optimaal, maar... Het is ook zo leuk altijd aan de fucking SSRI dat je 3 kwartier mag wachten op de grid. View calculator. Hoeveel liter heb jij in totaal nodig? 700? Zoiets. Setup. Load. Dan arrow. Bink 2. En dan gebruik ik 2,66 per ronde. 2,66? Ja. Dan ben jij zuiniger dan mij. Ja, het kan ook aan het menu liggen hoor. Average lap time 1 minuut en... Ja, om even 7 te zijn, 56. Even 3 liter per lap. Ja, ongeveer 90 liter nodig inderdaad. Dus dan doen we 55 liter of zo. Is er een pit window? Nee. Denise zegt dat ze nu had gewenst dat ze een andere auto had gekozen. Ja, hè? Dit is de Porsche. Kut auto. Yep. Het is ook wel leuk dat P16 tot 19 is allemaal McLaren. Ja, maar McLaren is gewoon het meest gebruikte auto. 12 en 13 ook. Nou ja, Ferrari is ook veel gebruikt hoor. Ja, dat klopt. Wat moet ik het toch meevallen, vind ik? 23. 7, 8 McLaren's, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ja, Ferrari is er 1 meer, dus. Ferrari, McLaren en Lamborghini zijn nu de auto's. Ja, klopt. Ik denk zelfs dat Lamborghini een van de betere, Lamborghini en McLaren de twee beste voor hoge P's. Ja, Ferrari is ook... Heel goed natuurlijk. Pak je laptop, smartphone of tablet en klik op de banner binnen Spotify om de nieuwste podcast te zoeken en te vinden. Maar ik zit achter heel. Ik zit achter. Ja, Priatko gaan we gewoon negeren. Vrins ook. Het is vooral dus Geens, Bokland. Millions of listeners soundtrack their lives with music and podcasts on Spotify. 2. We'll help match you with listeners that fit your audience. 3. Managing your Spotify campaigns is easy with Ad Studio. Maar vraag, moet ik pressures omhoog doen, Sjouke? Met deze tracktemp. Moet ik pressures omhoog doen met deze tracktemp? Ik weet niet wat de tracktemp is. Track is 19, temp is 5. Of, dat was in de kwalificatie 15. Ook zo. Oké.
wel merken dat Denise al een half jaar niet geraced heeft, want... Ze hebben wel een beetje geraced, maar niet ACC. Ja, maar ze is inmiddels verhuisd, geloof ik, wat ik begrepen heb. Oh, dat ook. Ze heeft de hele tijd niet meer geraced. Oh, Poop. Ik had ze wel een beetje iRacing aan doen was. Ja, dat heeft ze wel. Ja, van het weekend heb ik haar een racing doen. Op Daytona zeker? Ja. Nou, daar is nu de grote iRacing show. Want komend weekend gaan wij voor het eerst op de baan de nieuwe Ford zien, de nieuwe Corvette, de nieuwe Aston Martin. 30 seconden jongens, motors aan. Ik ken niemand die dat niet doet. Sjouke? Nee, die klinkt niet op ready. Ik noem geen namen, maar Sjouke? Ja, maar jongen, daar heb je zoveel profijt bij. Echt. Ja? Nou, dit gaat sowieso gegarandeerd in de eerste bocht verkeerd. Yep. Dat is correct. Wat ik denk dat ook een beetje fuik gaat worden is de bocht naar de streep. Ga ik vandaag mijn eerste 6 penalty points weer krijgen? Ga ik weer krijgen dat iemand iets report tegen mij en dan zelf een penalty krijgt? En dan nog gaat appealen en die appeal wordt afgewezen. Dat zou hier nooit gebeuren. Zoiets. Geen zitter in de lobby hoor. Ik vind het jammer dat Paul Ricard zijn 6 uur race kwijt is in GTWC. Het was altijd wel een gaaf race om in het donker te zien komen. Maar nu is het een 3 uur race geworden door Saoedi-Arabië. Dat ding trouwens wel ingevuld, Wouter, van Silverstone. Ja. Die BMW voor me, die weet niet hoe een rondende start werkt ofzo. Dus we zijn niet heel erg blij als we door elkaar heen gaan rijden. We zijn laag zeg, Jezus Christus. Mijn linksvoor 24-4. Zo, even de bovenste laag eraf gekrapt. Mijn banden zijn gewoon bijna een hele PSI lager geworden. Nee, een half PSI zijn oprecht een half PSI lager dan hoe ze uit de pits kwamen. Ben je aan het streamen, Wouter, of niet? Ik ben aan het streamen op YouTube. Oké. Okay. Ik kan hem ook op... Nee, is goed. Is goed. Zet ik gewoon okay, je rijdt in een auto, je gaat hem nog niet even op... Okay. Je kan dat via shift en dan die comma linksboven. Achter shift. Werkt niet bij mij. Ja, je moet je aan hebben. Nou, dan zie ik ook linksbovenin dat jij er bent, dat jouw er ja, is. Ja, bij mij werkt dat bij sommige games en sommige games niet. Nee, dat moet je aanzetten in Instagram. Kan je aanzetten bij welke games wel, welke niet. Dit gaat chaos worden met koude banden. Ja. Yep. Nou ja, op zich, ik zit wel in de 26 nu. Maar... Jij zit in de 26? Ja. Ik zit in de 24. Ja, gas geven remmen tegelijk. Hey Olson, ik zou je even uit kunnen gaan. Welke tracks hebben we eigenlijk allemaal verder op de kalender staan? Ik weet het niet eens. Shota? Batters, weet ik ook. Oh shit, wat een catcher kies. En verder heb ik eigenlijk... Helemaal 5. Bro, rijd door Denise. Wat hebben we nog meer? Zes? Ja, weet ik niet, maar ik wil wel even voor jullie kijken. Yes, succes. Yeah. Hey Lars, hi. Yes, succes. Lars. Wouter, succes. Ja, plezier.
ik moest heel erg inhouden. Godver. What the fuck? Poop, what the fuck doet... What the fuck deed Poop? Ja, ik werd hard gedivebomd door Denise. Pas op die Lambo. Rechts voor me. Nee, laat maar. Ja, die kon ineens naar links schieten. Ja, inderdaad, want hij reed inderdaad op die curb. Ja, maar ik heb hier echt al een groepje voor me zitten. Oh, oké, okay. Ik ga maar even. Ik laat hun uitvechten. Gaan we dit doen, jongens? Oh, dat is Nijboer. Ja, Nijboer even zo snel mogelijk langs. Seconden schade. Ja? Het was niet de schuld van Denise. Wat? Het was niet de schuld van Denise. Ja, ze was er wel. Maar ze werd geramd door Steve Parker. Oh. Ja, nee, ik was meer verbaasd dat ze het opeens was. En ze werd in één keer naar voren geduwd. Zwarte auto. Ik heb geen zwarte auto. Ja, op een stream van Denise wel. Ja, ik heb een donkergroene auto, dus het lijkt zwart waarschijnlijk. Nou, ze heeft een in-game livery, die hè? Yep. Yep. Waarom heb je Jack Daniels livery niet op zin? Oh, ja. Cool. Ik ben trouwens met voor de McLaren ook met een Behave. Livery bezig. Oh. En daar voor de Ferrari? Ja, beide dezelfde auto's, dus dat is een kleine aanpassing. Ja, dat is waar. De McLaren heeft allemaal hele losse onderdeeltjes, daar hoor je helemaal tureluus van. Bij de McLaren ook een kleine vieze vlag erbij gooien. Dat is gewoon omdat ik de eerste race niet meedoe. Zodra ik zelf in zit, is dat er weer af. Wel mooi, ik was dus bezig met die bestand om die livery werk te krijgen. Waarom werkte die niet? Nou, weet ik ook niet, maar wat ik eigenlijk ook een beetje jammer vind, is dat omdat jij hem had, je had hem gemaakt op de 24 uur. Je zei ook, ik baseer hem erop. Dus ik denk, oké, okay, misschien zie ik dat een beetje in terug. Nou, nee hoor. Maar daardoor ben ik die wel nu kwijt. Dus Lars, ik weet niet of jij die nog een keer kan doorsturen.
vind hem wel leuk om die nog te hebben. Maar ik heb hem werkend doorgestuurd naar Chris Vickers. We gaan het zaterdag zien, jongens. Joey was ziek. Is hij ziek? Ja, las ik. Hoe is de teamindeling dan over zaterdag? Yes, Joey en ik. Oké. Okay. Maar ja, ik kan echt pas verlaten, dus... Hoe laat? Pas de tweede helft van de race, en het is ook meer... Wow! Wat? Nijboer! Rank van de Linde. Uit. Dat is mijn schuld. Is het jouw schuld? Ja. Nee, maar ik denk dat misschien mocht je nog een disconnect hebben, dat we gewoon moeten zorgen dat wij Silverstone naar de finish komen. En in ieder geval wel finishen. Tenminste, ik... Tot hoe laat is de inschrijving? Doe de inschrijving van de... De drivers. Eigenlijk tot zaterdag. Maar ja... Tot zaterdag. Maar wat doet Van der Hoorn in zilver? Bro is ziek langzaam. Ja, maar dit is de eerste race. Jesse. Hij remt ook nu, al veel nu, Van der Hoorn, Van der Hoorn zit daar omdat hij vorig jaar ook... Snotverdikkie, fucking... Nijboer, gedraag je eens even. Nee, maar weet je, het zegt tot afgelopen zaterdag, maar in Simrit kan ik gewoon aanpassen tot met de race waarschijnlijk. Ik deed heel erg mijn best om te voorkomen, maar hij ging opeens helemaal naar links. Als een en toen, toen die stier vroeg, dus ja. Ik Hey, doorrijden hè? Ja, ja, zeker weten. Ik kun je wel lullig voelen, maar gewoon doorrijden, je kreeg waarschijnlijk toch een incident voor aan de kont. Oh, trouwens, daarover gesproken. Wie heeft vorige week die stream gezien van Tier 1? Ik. Ja, een stukje. Heb je de stad gezien? Nee. Ook wel een license. De nummer 2 seeded werd in de eerste bocht gepasseerd door de nummer 3, dus dat was die derde. En ze trokken mooi op, niks aan de hand. Tot en met die scherpe knik voordat je het rechte stuk op gaat. Die eerste versnelling bocht. Iedereen remde zo vroeg in die... Welke bocht is dat? Voorlaatste. Nee. Derde sector. Vierde bocht. Zeg maar na die hele lange doordraaier degene naar links. Oh nee. Iedereen remt daar ziek vroeg. Ik verwarde met het einde van de run-off met het begin van de run-off. Ja, het is kut dat ik Steve Parker mis voordat ik Nijboer niet langs durf. Maar anyway, die nummer 3 die werd in die scherpe werd die echt van achter getorpedeerd, niet meer normaal. Dus toen was hij 7 of zo. Dus ik denk, nou, incident report prima. Niet hè? Helemaal niks. Nee? Gebruik die waar dingen. Waar ben je nu, Wouter? 23. Ik rijd 27 nu. Ja, ik snap niet hoe jij op 27 komt. Ja, door die incident met Hoorn. Heb je op me gewacht? Nee, ja, ik moet... Fucking hell! Ik stond zeg maar omgedraaid. Jezus fucking Christus! Sorry. Het is mijn eigen stream. Ik heb hem niet aangekregen voor kinderen, maar... Ja, oppokken. Leuk. Zo, oké.
Jesse, stond bij jou die Ferrari ook nog in die bocht naar de scheet? Yep. Maar ik heb echt 45 seconden schade in totaal. Oh, 45 seconden pitstop. Dus dat is 15 seconden schade. Quick maps. Ah, 13. Nee. Ook in de pistop enorm veel tijd verliezen of je moet niet repareren. Hou je dan over aan schade? Ja, 13, bijna 14 seconden. Ja, basically 14 seconden. Cool. Die ging even sideways. Maar die is niet happy met die auto. Nee. Wie? Niks. Wat is dat voor? Op Petertje. Op Pet. Onze arch nemesis van THRC een beetje aan het worden. Tenminste, in de sprint seizoen. Wie, Blakland? Nee, DDS Racing. Ja, Blakland. Ja. Die jongens zijn alleen maar met ons bezig. Ja, we zijn zo cool. Ja, misschien gewoon omdat Frins en zo, dat we vorig seizoen... Heb ik natuurlijk heel erg met Arjan zitten samenwerken. Mm-hmm. Ik heb gewoon mensen zitten ophouden door lekker de Chinese muur van Wouter te zijn. Ding hard, hard gewoon niet. Hoe was ik daar verbaasd? Wouter, je houdt op. Dat heet Bettemer. Maar ik had net wel een paar bochten best wel leuke Bettemer doen hier. Nee. Gewoon side by side de tweede sector. Of de hele eerste sector zo. Nou is het weg. Ja, ze ging helemaal sideways ribbocht naast reed. De Gore heeft een drive-thru. Dat was 8 toch? 12 de rijdt van, ja nummer 8. Ja. Car on the right. Clear on the right. Nou, gaan we ook niet wijd jongens. Gewoon omdat het kan. Is dat een nieuwe lijn, Wouter? Ja, 6,5 minuut geleden. Waar? Zit je met schiet te kijken op Discord of op YouTube? YouTube. Dan moet je straks eens kijken als we van de streep afkomen. Ik weet niet welke ronde dat je bezig bent, want ik ben nu, je zit nu van in mijn ogen in het laatste gedeelte. Leg het hier, leg het! Deze? Ja! Nee, dat is licht. Nee, dat is licht. Ja, dat is licht. Het is altijd stommels van die omaatjes achter je zitten.
Sorry, Wouter, wie heeft er net 10 seconden goed gemaakt op jou? In 3 rondes of zo? Bro, ik was bij Bokland aan het vechten. Ja, noemde mij de omaatje, weet je wel. Jesse! Wat Jesse? Be nice. Alle moves die je kon doen. Wat? Bokland er ook je bij kon hem daar denk ik beter even laten lopen. Ja, ik had gewoon overspeed op jou. Ja, nee, maar ik oprecht voor de volgende. Ik zag nog een beetje dat je daar naar binnen wilde gaan. Maar ik zou hem, als je daar echt naast iemand zit waar je niet mee in kan, wel even laten lopen. Want je zat er niet. Als jij dan contact hebt met iemand, dan heb jij een penalty aan je broek. En een harde. Ja, oké, okay, ik ga er niet op in. Jawel, doe maar. Nee, dat goed. Nee, het was niet op die manier gaan rennen. Ik zag hem. Ik hoorde hem ook. En je broek? Niks. Nee. Nee. Nou, kom op, we houden er even terug in de 1.57. Geen veld. Ik snap die. Ja, je raakt die dingen, dat moet je niet doen. Wel, wat raak ik? Die twee flapjes die daar staan. Oh. Die moet je niet raken. Daarvoor moet je weer terug op de racelijn zitten. Bij de exit curve. Yep. Hetzelfde hier als je het rechte stuk op gaat. Je mag heel veel, maar je mag ze niet raken. Oh. Nee, je moet binnen je dingen blijven. En op het einde, net zo. Je mag heel veel, maar je mag ze niet raken. Het dus zijn eigenlijk gewoon die hele tijd die bordjes die zijn. Nee. Nou ja, dat zijn de tracklings. Die dus. Die Jesse nam. Ja. Zeg maar wat Jesse deed, moet ik niet doen. Klopt. Nou ja, dat doe je de hele tijd in bocht 2. Ja. Of 3. De hele tijd. Ik heb het 2 keer gedaan over 8 rondjes. Ja, meteen 2 trackcuts. Ja, dat is een beetje. Ik heb het ook 1 gedaan ook. Ja. Die mag je ook niet dragen trouwens. Nee, die heb ik al geraakt. Net als Frans van Linden, die heb je ook al geraakt. Nee? En hier op het einde, Wouter? Aan de linkerkant. Mag je ook niet raken. Die dingen. Worn heb ik geraakt. Zou ik dat vinden om naar de 57 te gaan? Dus de 56 is deze, ja, nee. Die rest zijn er dan niet. Yeah? ook als mij. Ja, jullie rijden allebei niet, dus dat is vrij makkelijk, ja. Bedankt voor de uitleg. Nee, maar oprecht, vorige week toen heb ik even gereden en toen reed ik echt maar 57ers. Maar dat reed de hele tijd ook in practice. Maar in race zit ik een beetje de voorganger te likken. Nee, dat is niet. Omdat ik gewoon vrij veel damage heb. Nou, die hadden ook in de broek. Oh. Als je nou ook wel gaat likken. Nog steeds eigen. Ja. Je hebt goed hersteld ondertussen. Wat zei je? Je hebt goed hersteld ondertussen, hè? Was maar waar. Ik ga 2 februari een revalidatieproject in, dus Wow! Niet leren lopen. Wat is er zo intens, Lars? Nou, een battle voor B5. Wow. We verloren hem allebei! Nee, ik zit naar jou te kijken. Je had een slip. Ik weet wat die Pixley en Sverink. Oh, doe Bokland. Oh. Is S-Park onze Steve? Nee. Die had zich wel aangemeld volgens mij. Wie? Allen. Steve Allen. Oh, dat is Allen. Ja, niet hiervoor. Voor mij wel, waarvoor dan? Hij heeft een computercrash. Oh ja, dat was zijn probleem. Hij heeft een spel, dat heb ik ook gehad. En ik
had op mijn vraag al gedropt of hij het al opgelost had, want ik heb het toen opgelost om G4 Experience eruit te halen. En dan is het gebeurd, want die heeft twee weken geleden of zo een nieuwe update gedaan. En die interfereert met ACC. Nee, niet in het positieve, dan voelt hij... Hey Arjan. Moet je wel praten, man, anders heeft het geen zin. Hoi. Hey mannen. Onze hoop voor het kampioenschap. Die zeg maar... Oh, gelukkig dat ik niet mee. Hoi Arjan, hoe heet je, jongen? Hey. Ja, ik dacht vanaf de vakantie van de redding dat we eventjes een hooi zeggen. Ja, hoi. Waar ben je? Vakantieadres? Het is goed hier, het is goed getoeven. Waar is hier? Zeegse. Tuurlijk, dat is hier dichtbij, man. Ja, dat weet ik, dat klopt. Dat is niet heel erg. Ja. Hoe lang ben je hier nog dan? Tot vrijdag. Tot en met. Even hallo zeggen bij Soukanders. Ja. Je zit hier echt, nou, het is geen uur rijden vanaf hier. Nee, maar dat was nog steeds. Maar ik ben op de fiets. Ja, precies. Ik ben op de fiets. Het hoeft niet hoor, als je geen behoefte hebt. Ja, ik heb wel behoefte, maar ik ben niet in mijn eentje. Heb je een andere auto gekocht? Volgens mij ging we nog een keer een. Je wilt nog een keer barbecue bij jou doen. Ja, niet van de week. Nee. Nee, barbecue staat gepland bij Simracing Jouwer, hè. Dus als jullie mee willen doen, gewoon weer inschrijven. Ja, precies. Ja, ik wil best meedoen, maar ik woon een beetje ver weg daarvoor, weet je. Ja, sowieso, dan kan je er staan, maar je verstaat er toch niks van. Nou, jij misschien wel. Ja, maar een beetje. Hoezo? Het enige wat hij is een loods, dus. Ja. Weet je, je kunt er ook inleven in een nieuwe cultuur. Ja, het is dat je... Als je suikerbrood wil hebben, dan is het suikerbrood. Zo moeilijk is het. Gewoon in de winkel, hoor. Hey, we gaan... Ik ga samen met... Hallo? Hoi. Hallo. Met... Hoi. Wat? Met Johan heb ik laatst in één kamer gezeten en duwens gedaan. Oh. Watkins Glen. En Walter van Simracing Jouwer heeft zijn lood bijna klaar. Dus we zitten er sterk aan te denken om een grote endurance, ik denk een 12, plus 24, dan daarheen te gaan. Dat is echt cool. En dan met z'n drieën, of met z'n vier, of met z'n vijf in één hok zitten en je eigen rigs mee. En bier. Nou ja, dat ook. En ja. Bier. Ik denk dat het resultaat dan niet telt. Ja, oké, goed. Nog het eerste uur geen bier en dan kijken hoe het dan gaat. En dan komt van shit gaat. Voor je eerste stint. Eén krat. Dat je een blaastest moet doen, een minimum alcoholpercentage moet hebben om in de auto te stappen. Jesse is dan onze Bob. Ja, ik ben de Bob. Arjan? Ja? Jij had ook ACC Drive, hè? Ja, maar ik moet nog steeds. Ik ben... ik wil vanaf zaterdag weer even oefenen, want ik heb echt een maand niet meer op de ACC gezeten. En dan wil ik ook eventjes Drive gaan gebruiken, maar ik was ook niet helemaal uit hoe het werkte. Ik heb hem nu op zijn volst geprobeerd met Johan. Hm. Hij is echt fantastisch voor de endurance race. Dan is het echt een aanwinst. Degene die race kan gewoon blijven racen. Hoeft zich niet druk te maken om de druk van de banden te veranderen of de benzine te veranderen. Dat kan gewoon degene doen die iemand die ook ACC Drive heeft en die ook in het team zit. Hoef je niet per se eerste rijder voor te zijn? Nee. Iedereen die dat wil, moet gewoon ACC Drive, het programma, gewoon kopen. €25, lifetime, dat is maar een eenmalige uitgave. Lifetime updates.
En, nee, ik heb hem al, hè? Ik heb hem al gekocht. Ja. Ja, nee, dit, maar dit was een reclame voor de anderen. Ja. Oh, sorry. Nee, maar dat werkt echt fantastisch. Ik moet even kijken, want ik ga in juni op reis. Oh ja? Daar moet ik, ga ik zeg maar naar Viva Italia. Maar daar moet ik wel even wat centen hebben. Ga jij naar Italië? Ja. Sick. Dit van Hoopars. Wat? Maar ja, ik ook. Ik nou wat. Daarna mocht het dan... Nou, Tieten. Zit je toevallig ook in... Is mijn vader al thuis? Oh, wacht. Dat was in kamp. Maar Wouter, vertel. Nee, maar daarvoor zit ik dus nu even al mijn geld daarvoor apart te zetten. Nee, Wouter, dat snap ik. Prima, ik maak er alleen reclame van omdat ik de Lion enthousiast over ben. Ja, misschien het is, over het is, 19 dagen. Het heeft meer verteld dan wat inhoudt. Feliciteer dat vast. Jaars cadeautje voor Lars. Ja, nou ja, anyhow. Maar weet je, als iedereen die ACC heeft en meedoet aan noem de 24 uur van de Oostlijven. Ik denk dat hier op het Noordslijven, er is maar één punt waar je echt met je PSI's bezig kunt zijn. En dat is op het lange rechterachterstuk. Ja. Dat hoef je dan niet meer te doen. Ja, communiceren wel. Maar het veranderen van die PSI en de benzine en dergelijke, noem het maar op, wat te veranderen is. Doet dan degene die gewoon niet aan het rijden is. Wel lekker. In overleg typt hij dan gewoon. En die zendt die gegevens naar de auto. En je ziet als rijder dan ook, dan gaat jouw pitstop window gaat ook open. Automatisch doe je niks aan. En dan wordt dat gewoon veranderd. En dan is het klaar. Dan ga je gewoon de pit in klaar. Hey Joey. Wat ik ook een leuke bijkomstigheid, de informatie die ik van... ACC Drive krijgt, omdat ik de overlays gebruik in solo races. Ik heb bijvoorbeeld dat pitstop vierkantje. Wat wel eens gebeurt als je aan het racen bent, net zoals hier bij de SSRI, en je moet je pitstop doen, maar er staat iemand voor je pitbox, je weet niet waar die is. Ja, ze hebben gewoon een soort met radar, met een geel hoekje, daar is je hokje, daar hoef je alleen maar op af te rijden en dan is klaar. Ja, ik kan er 24 auto's voor staan, maar dat is gewoon klaar. De laatste keer dat ik dat programma gebruik, gewoon ik heb er moeite mee hoe je hem zeg maar in A krijgt. Ik had een beetje moeite mee hoe ik hem hoe ik het zichtbaar kon krijgen. Dat is in, nou ja, goed, dat is even, inderdaad even een instelling, want dat zijn die hutjes die je dan moet plaatsen. En die kun je als grote en kleine doen. Ik kijk nu toevallig even naar de cockpit van Wouter, want die heeft in principe dezelfde cockpit die jij hebt. Als je dan naast je display, die je gewoon ziet, daar heb ik bijvoorbeeld aan de linkerkant heb ik allemaal gegevens staan, hoeveel benzine nog en bla bla bla. En aan de rechterkant heb ik mijn tire pressures en mijn damage dingetjes en... van het scherm. En ik heb de die rondetijden, hoe je het in de ronde zit, wat bovenin bij ACC rood of groen of grijs is. Heb ik gewoon die van ACC Drive staan, maar die gebruikt ook paars. Dan weet je ook meteen of je inderdaad de snelste bent op het screen. Ja. Kan die ook microsectoren meten? Doet hij niet. Hij doet echt die drie sectoren die er zijn. Okay. Maar goed, dat zie je wel van... hij blijft continu... hij blijft van... Oh, Wouter. Oh. Denk erom. Wacht. Ja. Nu. Hij blijft wel continu meten. Dus in die sector, als je daar op een gegeven moment halverwege de sector wel de snelste bent... Dan wordt hij ook paars. Oké, dat is dus dat is wel grappig. Ja. En je kunt het ook... maar die heb ik niet aanstaan, maar die heb ik gewoon nog van ACC. Nou, hoe heet dat? De standings. Ja, degene die met je meerijden.
En dan daar kun je ook aan zien of zij inderdaad in de rondetijden sneller zijn, of, want dat zie je nou niet. Maar dan zie je dat, daar kun je het wel aan zien. Okay. Dus dat is allemaal extra informatie, die, want je kunt dan ook zeggen van joh, ik wil de drie die voor me zitten en de drie die achter me zitten. De rest interesseert me niet. Jesse, stout Rick. Ik ga ze maar goed, als jij de volgende week mee aan de slag gaat, dan... Ja, ik doe helaas niet mee komende zaterdag, maar ik, vanaf daarna ben ik wel gewoon weer beschikbaar. Oké. Okay. Mister, nou, omdat jij ermee aan de slag wil, dan moet je dat even laten weten, want dan kom ik even online. Ja, dan kan je er wel even doorheen halen. Ik zat online te doen voor een tutorial of zo op YouTube, maar ik kon niks vinden. Maar dat als je even kan helpen een keer, is wel fijn. Daar staat heel veel, daar staat niet heel veel, maar de tutorial die zij hebben, ASC Drive zelf, gaat eigenlijk alleen maar over dat endurance. En daar is hij eigenlijk alleen maar voor gemaakt. Dat is hun basisopzet geweest. En hij werkt echt, echt perfect. Ja. Daar is niks mis mee. En iedereen die, stel dat je een 24 uur doet en je zit met 6 man. Iedereen die ASC Drive heeft, kan gewoon, die krijgt dan een user ID en een wachtwoord. En je logt allemaal in dezelfde auto. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus dat is denk ik prima. Dat werkt echt fantastisch. Wie staat daar? Meneer Broekhoven. Dat is niet in handen. Oh. Ja, nou ja, je kunt er staan. Ik zat net te kijken op YouTube. Ik zal even die livestream te kijken, maar die AM'er, die nummer 1, die is wel echt erg. Ja, niet normaal. Die staat de boel te flessen. Ja, dat is wel jammer weer. Ja, maar die heb je altijd, ieder jaar weer. Nee, vorig seizoen niet, viel wel mee. Frank Hopp was natuurlijk wel snel, maar niet... dat viel mee. Maar dit is wel echt heel extreem. Hij is wel echt heel snel. Ja, maar hij was voor eerste rijden. Ja. Gewoon mazzel dat ik niet mee heb. Ja, ook dat. Maar dat hebben we allemaal, Schalke. Ja, inderdaad. Gewoon zwalkende vries over de baan. Ik vind het wel jammer hoor. Dit is voor mij de eerste keer ooit dat ik een race mis. Het voelt echt raar. Heuk, dit is heel. Kreeg heel. Oh, dit is crack heel. Dit is creepy. Ik denk dat ik ga. Chris wil wel graag dat jij deed dat hij het is hoor. Dat is zeg maar al een heel veel gemaakte fout. Jesse, heb jij jouw internet gefixt dat je er nog steeds rijdt? Ja, zeg het nou niet te hard, Arjan! Ik heb ding gezet! Nee, dat kun je alleen maar zelf jinxen, dat kan ik niet, dat kan alleen Jesse zelf. Nou, dat is waarom ik niet in de Jack Daniels livery rijd. Heel stiekem. Boe. Waarom pak je niet onze livery? Gewoon de T. Gewoon die. Dan maak ik iets anders voor je. Ja, dag. Wacht je die gewoon nog voor de McLaren? Ik ben bezig om de Behave livery te maken voor de McLaren. Maar dan moet ik me opeens gaan gedragen, dat is ook niet leuk. Wat zei je? Hey joh. Moet ik me opeens gaan gedragen, dat is ook niet leuk. Misschien is het wel sarcastisch bedoeld. Ja, een knipoog. De bij zag er namelijk niet heel vrolijk uit. Die niet. Die moet even schrijven. Ik ben ook van plan om nieuwe t-shirts ervan te drukken trouwens. Met die grote wesp die voor op een motorkap staat. En je weet het, met die livery erbij zijn is meemaken. Ja, dit staat eraan te komen. Ja, dit blijft maar gaan. Ik blijf dat zeker. Maar ja, ik vind het erg origineel. Bijna grappig. En toen reek achteraan. Terug. Als je met een drive-thru hey, of zo. Jesse. En nee, Jesse. Stop. Jesse, ja. Je bent de beeld. Wojo. Leuk. Oh, je nee. Waar is de rest? Hij moet. Wacht, Jesse rijdt Sennel mee. Nee, gelukkig niet. Moest hij wel hierin mee rijden? Ja. Yep. Zo kom. Blijf even, Jesse. Wat zei je? Flesje. De vraag is ook af. Pro rijdt op een compleet lege baan. Wat heb je gedaan, Marcel? Nee, mijn McLaren zit aan mijn kont te ruiken.
Hallo? Een scheetje laten. Wouter, ik vind het steeds raarder hier. Wouter, jij moet echt je 18 plus gaan maken. Dit kan echt niet. Ik ben even benieuwd, ik ga even mee zingen. Oh, is het nu stream te kijken of niet? Hey, Wouter, ik vind wel dat je echt je maakt je laatste wel te markt lang, hoor. Kom jongen, ja, dat vond ik net ook, man. Ja, welke vond je te makkelijk, oké? Okay. Ja, nou, die hoor die ervoor in zit. En toen die andere, net voor je pitstop ook, net naar de Mistral, die eerste bocht, die je ook kon gaan. Naar de straight? Ja. Nou, oké, okay. Van alle bochten bij de straight ben ik echt heel snel van, joh, ik lift wel even. Ik had net met Jesse zaten ook bijna, zeg maar, ook wel mee, Wouter. Nu doe je alsof het heel extreem was, maar... Je hebt geen op Bokland. En dus daar zit Wouter vlak voor. Ja, 50 er maar in. Oh nee, 58, sorry. Bokland. Bokland ben ik wel seconde ingelopen, laatste rondje. Dus... Ja, maar Wouter, is iedereen dat ophouden daar. Wouter Frins is toch AM geworden uiteindelijk. Stel die wel gewoon hij stond als zilver. Hij heeft zichzelf weer teruggezet. Ja, ik weet niet. Mij werd dat toen gevraagd door Sam, dus ik zei dat is goed. En toen kwam die officiële planning uit. Daar stond hij dus gewoon in zilver. En nu in één keer zie ik dat hij weer AM zit. Volgens mij mist hij ons gewoon te veel. Maar die jongens die zijn echt, ja ze missen ons sowieso, jou en mij. Maar, Ik heb een mooie bocht. Tweede keer, dezelfde bocht, Wouter. Heeft die Frins een eigen livestream, of niet? Volgens mij wel. Want ja, jij zei het al een keer dat je echt enorm gefocust op ons waren. Ja, 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 de laatste, was dat de laatste race of zo? In Japan, zei je. Ja, dat was een verzoeker. Dat was echt van, oh, we zitten voor die en die en ze zijn echt met ons bezig. Maar dat is alleen maar leuk, dat is een rivalry, een rivaliteit die ik graag wil hebben. Ik snap het wel, we zijn gewoon zo goed. Heb jij ooit meegereden in clubkampioenschap van SSRI, Joey? Nee, maar we zijn gewoon... Ja precies, nee daarom, was het ook zo goed. Joey, wanneer ga je dat een keer doen? Wanneer doe je een keer mee, man? Ja, weet niet. Weet niet? Want dan kan je gewoon de auto in de muur zetten zonder dat wij er ook effect van hebben. En dat een boos spiel wordt. Grappig, Wouter! Wat grappig, maar wel de waarheid. Kom op. Wanneer zijn ze dan? De wat? Wat eentjes. Nee! Nee, ja... Clubkampioenschap. Ja, nee, dat is dit. De sprintjes. Oh, jammer. Ja, maar we moeten dit jaar ook nog een clubkampioenschap doen. Want jij was clubkampioen, Wouter. Ja, van die ene race. Ja, hey! Hallo! Ja! Nee, die M2 Cup race heb ik ook gewonnen, die we ooit hebben gedaan. Maar aangezien en THRC de rest is toen niet zelfs niet nee, kom op. Teammembers heeft. Oh. Hij rijdt met een McLaren met een Audi logo erop. Ja, ja. Dat, en beide, die Bokland ook. Frins ook. En Gens volgens mij ook. Ja, bijna denk ik dat we bij elkaar in het team zitten. Lars, wanneer jij een keer meedoen in de kampioenschap? Als ik zeg maar niet hoef te werken op dinsdag. Nee, en Lars, dat is niet een eerlijk excuus. Jouw eerste excuus was Tessa. Okay. De tweede was Frederik. Wat? De derde is, wat noemen ze naam? Wat was de tweede? Dat weet ik veel, Frederik. Nee. Nee, de zus. Oh, nee, wacht. Dimitri zijn moeder. Ik ben nooit heel bang. Nou, ik ben vaker best wel bang geweest. Maar... Wat jij ik... bent altijd bang voor vrouwen. Want ik weet waar dit verhaal heen gaat. Ik ben niet altijd bang voor vrouwen. Oh. Walvis in de buurt komen. Walvis is ineens te pakken gaan zoeken. Houd op, pak hem jongen. Treed hem op die bochtland. Kom op. Ja, dan moet je voor hem gaan rijden, Wouter, dan moet je hem even ophouden, dan kan ik er ook nog. Ik wilde zeggen, ik doe net alsof het een vrouw is, maar nee, doe maar niet. Slipstreamen, jongen, hoppakee. En dan een tikje geven. Ja, want dan zou Wouter dan verwachten, nee, maar Larsjes, dat doen we maar niet. Wouter, ik moet een goede voorbeeld geven. Wat voor tijd rijden jullie, Wouter? 56.
Ik ben 55. Seconden per rondje. Ja, hij rijdt nu ook 55 hoog. Op dit moment. Ja, nice, Wouter. Goed zo. En nou wegwezen. Nee, ophouden. Nee, wegwezen. Jij komt er toch wel aan. Ja, maar het is nog maar 19 minuten. Wat is het, 19 minuten dan? Ja, dus dat is voor mij, hè. Nee, maar de voornaamste reden dat ik niet meedeed met dit is omdat mijn ouders altijd wilden dat ik om 9 uur mijn computer deed uitzetten. Dat is inmiddels verruimd na 10 uur. Hey, kun je meedoen? Ja, lastig hè. 5 minuten wordt dan lastig. Dus het dan, ja. Maar wacht eventjes. Waarom moet je aan 10 uur dan je computer uit? Dan heb jij excessief computergebruik vertoond, waardoor je ouders dat hebben gewoon gezegd. Ja, ik ben een hele agressieve puber. En ik geslaagd doen. Nee, zeker niet. Alles behalve, er zijn dagen dat ik mijn computer niet eens aanraak. Okay. Heb je gewoon strenge ouder? Ja. Maar rechtvaardig, dat, op dat gebied. Maar rechtvaardig. Streng. Nou, zou ik jouw kinderen mogen je computer omdat jij wil racen? mijn kinderen hebben niet eens een computer. Ja, maar wacht, jouw kinderen zijn wel zo oud. Ik zeg niks. Ja, maar mijn zoon is 11, heeft een eigen PlayStation. Oh, 11 jaar. Maar kijk, toen ik 11 was, toen had ik ook een eigen PlayStation. En dat werd vervolgens een computer. Mijn jongste dochter heeft een laptop. Een eigen laptop. En mijn oudste dochter heeft ook een eigen laptop. Wow! Oh, nice, wow. Anthony. Ja, dat is niet handig. Nee, we hebben wel een mooie slide. Ja, dat kan wel. Leuk voor in de fotoboeken. Nu we het toch hebben over de kinderen, heb je ook al een schoonzoon of... Ja, en ver weg niet staan. Ja, Surinamisch is toch? Ja. Surinamisch? Ja. Hij was zo hard gespind dat hij zijn ruimtewissers heeft aangedaan. Ja, ik zie het. Nee, mijn dochter die heeft een vriend in Suriname. En daar is deze afgelopen zomervakantie heen geweest. Dus ja. Zit toch niet aan je kerstdiner? Maak de arm op! Oh, gaat hij bijna weer? Ja, is het... Zou hij bezopen zijn? Oh, ze hebben de namen in de standing board hebben ze verkleind. Ja, het is van. Ja, hij staat er niet meer volledig op. Ik was al bang dat iedereen van die van erin had als van erin ging staan. Oh, jij past er wel in. Ja. Nee, maar dat is van Drune is dat. Die is dat vergeten. Die is achternaam vergeten. Niet, oh. Aaron Van. Ja, ik heb het als ik even live stream. En meneer Trampolablaglio kan daar ook op. In caps lock. In caps lock, ja. Zult mensen je toch meteen uitzetten? Als mensen hun hele naam in caps lock zetten. Ja, misschien heeft hij gewoon... Nee, hele boze ouders en of wordt iedereen boos op hem en altijd als ze. Oeh, fuck. Hey, trouwens, bij die endurance, hoezo gaan ze de laatste race op Zandvoort doen? Met 50 auto's op Zandvoort, dat kan toch helemaal niet? Oké, dat we in een eindrace nog 50 auto's waren dan. Zeker. Oh, en misschien verwachten ze dat ze de nieuwe Zandvoort erin gaan doen. Ja, maar die is niet langer. Nee. Sterker nog, niet korter. Nee, maar wel meer race geschikt. Ja. Dan deze. Ja, maar vooral op het moment dat zeg maar leppende auto's langskomen. Die hele chaos. Makkelijk.
Wie heeft vorig jaar de zilver gewonnen trouwens? Zilver? Nu moet ik even Discord kijken. Dat was niet Andy King. Nee. Hey, Andy King is toch pro en pro? Nee, nu vorig seizoen zat hij bij ons erin. Ja, oké. Okay. Hij had voor mij redelijk veel problemen. Persoonlijk? Nee, ACC. Oh. Ik zou nooit problemen hebben met ACC. Jesse! We moeten nog een kwartier. Dit is het punt dat hij al merkt dat hij er tussen weggaat. 5 seconden op Bokland. Ja, 6 op Wouter. Die heb je, joh, die pak je gewoon. Wie, mij? Nee, Bokland. Ik pak Wouter altijd. Oh. Ja. Ik ben toch partij blij dat ik niet jouw streamer ben, jongen. Echt. Ja, als jullie het niveau laag houden, ga ik het ook even laag houden. Nou, je hoeft er niet naar de graven, Jesse, kom op. Jawel. Hebben jullie al 20 centimeter sneeuw, of? Dat zie ik niet. Nee. Nou, nee, wel. Ik heb net het weerbericht bekeken en het nog geen 1 centimeter. Volgens mij morgen alleen maar in Limburg en het noorden van het land. Dus bereid je voor. We hebben geen 1 centimeter. Al 20 centimeter. Echt waar? Jazeker, breed. Wij hebben niet eens 1. Ligt te veel bij jou, Sjokeren? Nee toch? Ja, 20 centimeter breed. Breed? Met maar 2 hoog. Jongen, echt, ligt hier. Als ik één keer schud met mijn haar, ligt hier. Is die wit rondom mijn stoel dan buitenop. Ligt het dan de grijze oude haar of ligt het aan de sneeuw? Jouw eigen interpretatie. Hoor, focus je. Focus je hoor. Oké, ja. Oh, DT'tje van degene van voor je. Nice. Ja, maar kijk uit, hè, want die tech kuts die gemak hier. Ja, ik heb niet gelukkig aan drive toe. Waarom? Ja, iets met tracklimits ofzo. Ja, ik schrok even, ik was aan het kijken op YouTube en zag ik in één keer jouw naam als één keer weg. Ik dacht, oh nee, het zal het niet weer, hè. Ja, ik had eerst 30 seconden schade, dus dat had ik erbij bij mijn pitstop. Dat had ik misschien niet moeten doen, maar... En ik had een drive-thru. Dus daardoor, dit. Ik reed voor mijn pitstopbreak op 16 of zo, 15. Zo, 669 heeft ook een nieuwe route gevonden. Hé, dat is Belsma. Volgende route. Yeah. Dat is niet de slimme plek om weer terug te gaan op het baan, Wouter. Nee, geen. Weer uitdrukken in een Honda. Ja, weet je. Geen slechte auto hoor, Honda. Ja, maar met die BOP maakt het nu niet uit meer, hè? Oh ja. Ja, kwijtling maakt natuurlijk wel iets uit, maar... Ja, Honda is nog steeds een handful. Dan moet je de setup wel zo goed hebben. Ja. Maar als je hem dan ook goed hebt, dan is hij ook echt nou, bijna ongenaakbaar. 2-7, Jesse. Ik had gewoon je slaat gewoon twee posities op, Wouter. Ja. Niet huilen. Wouter, je kan dit! Wouter, achter je, de nummer... Oh nee, Jesse, achter je, de nummer 1. Ik weet het. Hij zat 3 rondjes gereden op 5 seconden, dus het valt ook wel mee hoe snel hij is. Dus eigenlijk had jij ook kunnen rijden, Jesse? Ja, zeker weten. Ik wel. Is die 373 die ik heb blokkozen. Die heeft stout gedaan, dus die is er volgens mij ook klaar mee. Ja. Ja, meteen SG30. Net Joey op Zandvoort, hè Joey? Iets met te hard de pitch in rijden ofzo? Hey! Laat hem staan, Wouter, laat hem staan. Hij haakt wel af.
Nou, haak niet af, hij gaat buiten de baan. Doei! Laat hem staan, binnen kan houden. Ik wil ook echt binnen, binnen kan houden. Nice. Ik zie Jesse's lampjes flikken. In ieder geval is dat nog leuker eraan. Oh, ze zitten nu in een treintje met nummer 1 als, als laatste positie. Oké. En die mag even wachten. Ja. Take your time, don't hurry up. Lekker Ferrari sneller op dan de McLaren? Weet niet. Ik denk het wel. Zou ik een breaktest doen in die hele hairpin, Walter? Heel langzaam daar rijden. Ja, want dan kan hij niet op gaan komen. Breaktest. Daar krijg je een beetje problemen mee met de stewards. Nee. Ah, misklik. Hij gaat nu achter nummer 1 hangen, let maar op. Ja, sowieso. Dus nummer 1 voorbij laten en meteen erachter duiken. Of Jesse gaat je helpen. Jesse gaat je helpen. Nice. Goed, is hij eraf getiefd? Nee, hij is eraf. Nee, hij is eraf. Oh, want? Weet niet. Ik heb hem niet geraakt. Weet ik zeker. Jesse, met Ponty. Wat een jeetje. Dat is toch niet normaal, joh. Ja, maar 280, 281, 82. Wouter, die heb je, jongen. Die heb je gewoon uitgekomen. Hij zit van Jesse. Jammer. En nou op de volgende ronde hetzelfde, Wouter. Kom mee, die kom. Oh, Peter Blokland, wat is er met hem aan de hand? Peter Blokland. Hij is namelijk aan het zwieren en aan het zwaaien. Oh. Heeft hij nou damage? Wie rijdt er nou weer in een Nissan? Ja, wie rijdt in een Porsche, staat er niet spook. Ixley, tijdens een Nissan. Wie? Of Pixley. Is Pixley? Richard Pixley van Wild Thing Racing. Die is best wel goed eigenlijk. Ik ken ik zijn naam wel. Die is echt goed. Ik had dat hij rijdt met een Nissan wel vijfde, dus ik weet niet waar jullie het over hebben, maar... Ja, misschien toch een keer de Nissan gaan proberen. Maar... De beast. Joe, rij jij vooraan in de Mercedes dan? Jazeker. In het al. Ja, precies. Bokland heeft wel mega damage, hoor. Ja, hij is de muur ingeraakt waarschijnlijk, maar ik weet 100% zeker dat ik hem niet geraakt heb. Ja, hij is het ook zien dat ik. Dat begrijp ik wel. Want ik heb namelijk geen schade, dus dat, ja. Don't forget, let's go. Slecht. Ja, klopt. Het stiekem als ik niet zo kijk, ga ik heel niet erg dat ik deze rating mis. Ik denk dat ik een koepcircuit. 57 krijg gewoon bijna een sneller. Lol, ik heb gegained op de nummer 1 in sector 1.
Die van 20 seconden voorsprong in nummer 1. Normaal. En dit kan je mijn slipstream blijven, Wouter? Rustig rijden, Wouter heeft 10 seconden. Je hebt 5 seconden voorsprong op de nummer 24. Ja, ik heb ook waarschijnlijk niet meer in kunnen halen. Al was het niet goed. Ja, maar wacht, misschien wel, hè, want dat ook als misschien dat iets misgaat bij die achterblijven, bij die blue flag. Dat kost ook tijd. Ja, trouwens. Ja, het is wel erg oranje allemaal. Ja, dat is. Het is niet dark, net als bij Brokland net 2 seconden per lap gainen, zeg maar. Ja, oh, was het ook weer de uitspraak met When the Fat Lady Sings? Yes, je hebt van 3 seconden 1 rondje op kop ingehaald, hè? Ja, ik kom 3 backmarken. Want ja, ik heb weer het fenomeen dat mijn FVP weer minder wordt naarmate de race vordert. En dat maakt mij zeer zeker langzaam. Maar ja, het is nog, wat is het? Ja, 1 rondje hierna. 2. Ja. Net 2 misschien. Ja, ik denk net 2. Ik wil nog een backmarker voor mijn neus, dus... Nog maar 5 seconden, hè, Pope. 5, 1.6. Hij zit naar de masterstream te kijken. Ik stream in Discord. Nee, ik zit naar Wouters te kijken. Ja, ik stream ook. Ja, leaders van mij nog uit. Dus niet zomaar net 2 minuten. Pook heeft 2 minuten 8. Jij rijdt 1.56.2. Je rijdt van 4 seconden sneller per ronde. Ja, ik heb een buik gemaakt. Dus. Flesje. Ja, flesje. Die pak hem op achterstuk wel. Oh. Ja. Hoe. Die knippen ligt uit. Car on the left. Clear on the left. Net weer weg, denk ik. Ja, net weer weg. Maar je hebt nog een ronde, hè? Nee, die is laatste ronde. Nee. Hij is heel slecht in... Leaders of Final Lap of the Race was net, en de leader rijdt voor me. Hij is heel slecht in het laatste gedeelte. Stream je ook via... Discord, yes. Discord? Maar ze kan ook ontzettend goed verdedigen. Dus, Nou, dit keer niet. Oh, wel. Oh, jongen, dit zit er echt op.
Ja, die kan wel verdedigen hoor. Ja, ze kan ook huilen als het misgaat en dan stond te hard verdedigen. Oh nee. Jammer. Nice. Oh, ik heb mijn hout in mijn rug. Hey Wouter. Sorry. Lekker geweest, Wouter. Leuke race, jongens. Ja, leuk. Mooi dat dit kon het niet. Disconnect! Yes! Daar ben je eens. Geen disconnect! Oh, geen disconnect! Ik denk, disconnect nu. Hoe voelt dat, Jesse? Hoe voelt yes! Hoppatee! Eerste win! Het is toch een grotere overwinning als goed einde. Ik ga het zeggen, ik hoor de emotie in je stem. Nou ja, goed, ik had beter kunnen eindigen, maar het is prima. Waar is Dingen geëindigd? Hij is een beetje omhoog, weet hij. Frins? Oh, 11. Frins is 8. Oh, 8? Ja, okay. Frins is tweede geworden dit. Ja, dat omdat mensen al geen zijn. Kan ook dat dit nu niet klopt hoor. Maar... Nou ja, natuurlijk mensen weggaan. Ja. Ja, dit klopt waarschijnlijk niet. Nee. Hij komt op de mainstream. Is je nog niet eens over de finish, dus we hebben nog één. Ja, er zijn mensen uitgegaan. 10-11. Nummer 1 is eruit gegaan. Ja, nee, er zit er nog in. Oh, hier in de mainstream is je eruit. Ja, dat snap ik me ook, maar je zit er gewoon in. Oké, jongens. Hey, leuk trainen, man. Ik ben er volgende keer weer bij. Hey, veel plezier volgende week. Wordt het geweest, hè? Tot de volgende. Yes. Wat zeg je? Waar ben je eigenlijk op vakantie? In, vraag maar aan Schauke. In Zeekse heet het. Tegen de grens van Groningen. Een heel lekker, goed restaurant, Arjen. Oh, echt? Ja, dan kun je heel lekker spareribs eten. Oh. Als je een beetje vegetarisch bent, heb je een probleem, maar goed. Ik niet. Ja, volgens mij zit er maar één restaurant, dus dat moet goed kunnen. Ja. Ik zal nu eens kijken. Zit de vrienden ook niet in seks? Oh nee, die zitten maar. Ja, ik denk dat ik 15 had kunnen eindigen, of zelfs bij heel zat ik achter. Maar ik fokte het op met de damage en met mijn drive-thru. Jongens, ik ben trots op jullie, je bent goed bezig geweest. Nou, goed gereden. En ben je een team van 31, hoewel. Yes, het is zo fijn dat je de einde keer die finish hebt gehaald. Ja, dat is wel waar. Dat scheelt wel. En jou ook, wel, ik ben goed bezig geweest. Ja, mooie race, jongens. Leuker dan vorige week. Wat was vorige week? De vorige week was Tier 1, hè. Oh, nee, daar heb ik niks van gezien. Ja, ik wel. Oké. Omdat ik kon. Nee, ik ben de vakantie nog, Arjen, mocht je je nog bedenken. Mijn vrouw is vrijdagjarig, maar... Oh. Ik ben hier dag rond 1 uur ben ik thuis, dus... Is goed. Ik denk het niet, maar wie weet. Dankjewel dat je er was, Arjen. Yes, heren, tot snel. Hey, jongen. Hoi, hoi. Wil iemand een nieuwe grafische kaart of? Wat zei? Moet er nog iemand een nieuwe grafische kaart? Wat voor grafische kaart? 4080 super. Hoeveel? $999. Dat is een beetje veel, hè? 4070 super. Ja, ik heb nu een 3070 Ti. 4070 Ti, $800. Ja, ik heb een 3070 Ti. Ja, nee, maar dit is een 4070, dus een type hoger, hè? Maar ja, dat